Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Heinz Hulpjes. We zijn inmiddels al bij week 2 aangekomen en we zien heel groot in het scherm Heinz Hulpjes. Deze week kun je de Thread Gold, ik heb geen idee hoe ik het uitspreek, jeans verdienen. Heinz zou willen dat hij nog een leuk taaien had. De missiebeloning van deze week zijn dus de jeans, tuinieren deel 2, sprankelend friskelet, insta-hygiëne en verdwenen boekwerk van de Groene Dame. Maar goed, we gaan hem dus weer moeten helpen en daar gaan we nu mee beginnen. Let's go. Oké, we hebben dus... Oh, ik wilde erop klikken, maar het was alweer weg. We hebben dus nu week 2 en hier zijn inderdaad... Wacht, huh? Is het nou al week 2? Is het week 3? Oh nee, dit hoort pas bij week 3. Oké, we hebben deze keer niet veel items. We hebben die broek. Nou, wat we eigenlijk net hadden gezien al, hè? Ja, oké. Wat moeten we doen bij week 2? Gaten graven. Je hebt groene vingers nodig als je de dood wil omzeilen. Oké, Magere Hein heeft een assistent nodig. Hij heeft... Nee, wacht. Magere Hein heeft geen assistent nodig. Hij heeft gewoon een vriend nodig. We worden besties met Magere Hein! Ja, let's go! Oké, daar zijn we weer. Even kijken hoor. We hebben hier Sarah van Dam. Oh ja, de stroom deed het trouwens nog steeds niet, hè? Oh, oké, ik krijg een pop-up. Heinz Hulpjes, week 2. Het is tijd om je handen een beetje vuil te maken. Voor deze volgende stap moet je een gat graven. Maar ik kan je niet helpen. Het is tijd om een niet eeuwig dutje te doen. Voltooi de missies gaat graven en vrienden met de dood. Veel succes. Oké, wat moet ik doen? Ik snap overigens nog steeds niet waarom dit anders is dan andere. Is het DLC gericht? Ik durf het niet te zeggen. Weet iemand dat toevallig? Ik durf het niet te zeggen. We hebben ook trouwens televisiepremière. Alleen, ik heb nog steeds... Ik heb wel stroom! Ik heb stroom! Meid, word wakker! Je moet tv kijken. Maar ik ben denk ik te laat. Ja, ik ben te laat. Maar we hebben weer stroom en we doen even lekker de verwarming aan. Want het is hier ijs en ijskoud, meid. Oké, we gaan haar eventjes weer laten douchen. En we gaan even weer wat eten pakken. Klikjes pakken. Oké, wat moeten we doen? We moeten wachten op de Ambrosia Society nieuwsbrief. Hij komt eraan. Wacht tot de post is bezorgd of versnel de postbezorging via de huisapp op je telefoon. Beste vrienden worden en sociaal doen met Magere Hein. Oké, sorry, het spijt me. Maar we moeten besties worden met Magere Hein. Magere Hein kan wel een vriend gebruiken. Voer vriendelijke acties uit om je vriendschap met Magere Hein te verbeteren. Oké, dus dan moet ik een startpakket vruchtzaden bestellen en 3 keer vissen vangen. Oké, die vruchtzaden kunnen we in principe wel kopen. We moeten ook sowieso de plantjes even weer bij gaan werken. Vruchtzaden, vruchten denk ik. Ja, gelukt. Appelboom planten en een kersenboom planten. Oké, maar dan moet ik dus meerdere nog van dit soort dingen gaan gebruiken. Plantenbakkie en plantenbakkie. Oké, en dan moet ik even kijken. Een appelboom. Nou, hoop ik dat ik een appelboom heb. Even de zaadjes uitpakken. Openen. Ja, ik heb hier een appel. Appeltje voor de dorst. En een kersenboom. Die heb ik ook. Nou ja, de kers. Ik heb nog niet de boom. Oké, deze moeten we even planten. En deze moeten we ook even planten. Lekker door de sneeuw heen. Hoppatee. Lekker ook in je korte broek, meid. Oké, ik heb beloningen ontgrendeld. Oh ja, kijk. Ik heb de broek al. Bijna heb ik de tuiniervaardigheid. Oké. Het is hier een beetje koud, hè? Het is hier niet echt een broeikas, nee. Nou, hier hoef ik nu niks meer te doen. Plant bemesten. Oké, ik moet niveau 3 tuiniervaardigheid gaan ontgrendelen. Oké, maar... meid, doe even een lange broek aan, want je hebt het koud. Een leuke outfit die. Wacht, let op, hè. Kijk hoe leuk! Nou, enig meid vindt het helemaal leuk wat je aan hebt. Oké, maar we moeten Magere Hein eventjes gaan bellen. Magere Hein oproepen, want we moeten even beste vrienden met hem worden. Is hij er al? Oh, hij is hier buiten. Oké, wacht. Dan moet ik even een winterjas aan doen. Want ik denk niet dat... Komt hij naar binnen als ik hem roep? Roepen. Ja, kom maar naar binnen. Ik heb nog nooit zo graag wil dat Magere Hein bij me binnenkwam. Hey, bestie. Oké, we gaan hem even een complimentje geven. Hey, Hein. Hoe is het? Ik krijg het een beetje koud van deze man. Hallo. Hoe is het? Hebben jullie al eens een keer oprecht echt naar zijn handen gekeken? Ik vind deze handen zo goor. Zo goor. Oké. Nou, we moeten even vrienden met hem worden. Hij heeft zo'n zware stem, deze man. Diepgaand gesprek. Nou, ik heb nog nooit een diepgaand gesprek gevoerd met Magere Hein. Oh, hij houdt van schilderen. Althans, dat is zijn vaardigheid. Oh, ja, zet de tv even aan. Wat zet hij aan? Waar houdt hij van om naar te kijken? Geen idee. Ik zet het uit. Ik vind het een rotgeluid. Ben ik al vrienden met hem? Nog niet. Ik moet beste vrienden worden, hè? Het gaat wel de goede kant op. Het is een plezierig gesprek. Hand in hand met de duisternis. Laat de Sim bevriend raken met Magere Hein. Het is me gelukt! Beloning ontgrendeld. Hoppa, wat is dit? Deze beloning op te halen. Oké, ik heb mijn beloning opgehaald. Zit hij dan nu in mijn inventaris? Ja. Oké, ik moet het gaan lezen. Oké, maar je mag nu alweer naar huis, bestie. Naar huis sturen. Doei, bestie. Was gezellig. Was leuk, bestie. Doei. Oh, hij wilde nog een kussengevecht houden met mij. Oké, maar doe even je tuiniervaardigheid omhoog. Oh, de Ambrosia-brief is er. Oh, er gebeurt zoveel. Post halen. Ja, even je jas aan doen. Heel goed, vrouwke. Oh, en ik heb ook stof. Heb ik een stofzuiger?
Nee, natuurlijk niet. Stofzuiger. Nu heb ik wel een stofzuiger. Oké, heb ik de Ambrosia nieuwsbrief binnengekregen dan? Ja, hier. Lezen. Oké, deze week gaan we verder met het tuinieren. Je moet er ook voor zorgen dat je tevredenheidspunten krijgt. Die heb je later nodig. Ambrosia vereist wat creatieve plantmanipulatie. Dus pak deze week nog een stekje van het lelie en leeuwenbekje. Bezoek Magnolia Blossom Park in Willow Creek om wat wilde lelies en leeuwenbekjes te vinden. Maar die heb ik toch zelf al, die leeuwenbekjes? Die staan toch hier gewoon? Ja, hier. Onderzoeken. En hier heb ik ook een leliebloem. Onderzoeken. Maar misschien moet ik wel even naar de park toe om te lezen. Of om de dingen stukken te knippen. Ik heb niveau 3. Dat is goed. Wacht, ik kan het nu ook bemesten. Bemesten met een citroen. Oké, ik moest hier 2 planten bemesten. Met een druif. Ik weet niet of druif en zo best de mest is. Maar ja, blijkbaar kan het in de Sims. Oké, we zijn wel klaar met het onderzoek. Oh, oudejaarsavond begint bijna. Oké, alles is bemest. Ik vind het ook maar bemesten dan. Zo. Oké. Ik moet een doel vervullen. Voltooi een willekeurig doel. Open het doelpaneel om de doelen van je Sims te bekijken. Of kies een nieuw doel. 10 keer planten wieden of water geven. Ik ben een botanicus. Dat is best een goed idee om dit te zijn. Klik op planten wieden. Sims, kun je deze interactie... Oké. Maar mijn planten hebben geen onkruid. Dus dat is niet handig. Een stukje van een plant nemen en een recept bereiden terwijl je op hoger dan niveau 4 zit. Ik weet eigenlijk niet op welk niveau ik zit. Maar misschien kunnen we wel wat bakken. Of koken. Koken. En dan doen we tortilla met vegaworst. En dan kunnen we ook even naar de tv kijken. Want dan kijken we even naar de zender, naar de kookzender. Want als je de kookzender gaat kijken, jongens, gaat ook je niveau 4 of je niveau van koken omhoog. Oh, ik had het al genoeg. Oké. De griezelzoeker kavel uitdaging op jouw kavel toepassen. Wat? De griezelzoeker kavel uitdaging kan je sim echt helpen om sneller vaardigheden op te doen. Claim de kavel uitdaging en pas hem door naar bouwen te gaan en locatiegegevens selecteren. Bouwen en een locatiegegevens selecteren. Oh, hier. Wat moest ik nou ook weer doen? Griezelzoeker kavel uitdaging. Griezelzoeker kavel uitdaging. Oké. Maar heb je dit ook in de base game? Of is het nou puur omdat ik in de paranormaal wereld... Want ik zit in de vampierenwereld. Welke uitdagingen hadden jullie, jongens? Hadden jullie andere uitdagingen als dat ik heb? Of hebben jullie dezelfde? Want ik heb gehoord dat er best wel bij verschillende mensen verschillende uitdagingen zitten, volgens mij. Oké, wacht. Ik moet even dit opnieuw doen. Griezelzoeker. Staat er helemaal niet tussen bij mij. Ik denk dat hij er gewoon al niet tussen staat. Oké, ik heb net gekeken bij de kavel-uitdaging, maar hij staat er bij mij niet tussen. Dus ik denk dat ik dit nu eerst moet claimen of zo. Of dit hebben, voordat ik dit kan doen. Ik weet niet. Oké, ik moet 3 vissen vangen, maar ik moest ook naar het park van Willow Creek. Dus laten we daarheen gaan. Even kijken, we moeten naar Willow Creek. Even kijken, dan moesten we naar het Magnolia Blossom Park, geloof ik. En daar zijn die leliebekjes. Oké, we zijn bij het Magnolia Blossom Park. Jeetje, wat een sneeuw hier ook weer. Even kijken, waar kan je hier dan tuinieren? Kan ik dat überhaupt hier wel? Moet ik dan naar dit park, eigenlijk? Bezoek Magnolia Blossom Park. Ja, daar ben ik toch nu? En dan? Je moet er ook voor zorgen dat je tevredenheidspunten krijgt. Die heb je later nodig. Oké, die moet ik ook even kijken. Ambrosia vereist wat creatieve plantmanipulatie. Dus pak deze week ook een stekje van een lelie en het leeuwenbekje. Bezoek Magnolia Blossom in het park in Willow Creek om de wilde lelies en leeuwenbekje. Oh, het zijn wilde. Oké, wacht. Dus dan moeten we een beetje gaan kijken waar het ligt. Oh, joh, ik kan helemaal niks zien door die sneeuw. Is dit het, denk ik? Dit is een appelboom. Plant ontwortelen. Oh, hier had ik het kunnen pakken als ik geen geld had gehad met mijn sim. Hier hebben we kikkers zoeken. Even kijken hoor. Dan moeten we hier even iets zoeken naar die plantjes. Hier heb ik nog iets. Perenboom. Nou, neem ook maar mee. Ik weet niet of ik het al meeneem eigenlijk. Hier heb ik nog kikkers. Oh, hier heb ik een leeuwenbek. Oké, wacht. Leeuwenbekbloem bekijken. En dan moet ik het maar ontwortelen, denk ik. Neem ik het dan mee als ik het ontwortel? Of wat doe ik hiermee? Ik weet niet goed of als ik het ontwortel of ik het dan meeneem of niet. Volgens mij niet. Een stekje van een plant nemen. Bereik niveau 5 in tuinieren en nemen... Oh, wacht. Stop hiermee. Ik moet het niet ontwortelen. Ik moet niveau 5 halen. En dan kan ik er een stekje van halen. Oh, maar dan kan ik het ook thuis doen, denk ik. Oké, ik moet mijn tuiniervaardigheid even omhoog doen. Kijk, ik moet ook zo plassen. Zo het toilet gebruiken. Kan ook hier binnen naar het toilet trouwens. Welk niveau ben ik nu met tuinieren? Oh, 3. Oké, ik ben bijna wel... Oké, ja, ga maar. Oké, maar we gaan wel even naar huis. We gaan het wel thuis leren. Oké, we zijn weer thuis en we gaan even naar het toilet. En ik had hier een boek met die andere nog. Maar waar heeft ze dat boek gelaten? Oh, hier. Oké, dan gaan we deze even leren. En dan ga ik even bij de kavel-uitdaging... kan ik wel even aanpassen dat ze sneller leert. Dus dat is misschien wel slim om te doen. Even kijken, welke hebben we dan nodig? We doen hier geweldig aarde, want dan lijkt tuinieren... het lijkt hier uitstekend te gaan. Dat is inderdaad al een heel goed idee. Even spieken wat we hier hebben.
een zonnig aspect kunnen we doen. Oké, en we hebben hier rust en vrede. Deze kabel zorgt voor goede leesomgeving. Sims begrijpen meer, dus hun vaardigheden gaan omhoog. Als ze lezen en gespannen gemoedstoestanden verdwijnen sneller. Of wacht, we hadden hier ook nog studiespot, zag ik ergens. Even kijken hoor. Geweldige plek om grijze hersencellen te stimuleren bij het nastreven van hoger onderwijs. Niet alleen zullen Sims huiswerk sneller maken. Nee, dat is wel echt meer voor kinderen. Oké, ik denk dat we nu best wel gewoon oké zijn met de vaardigheden. Dat het best wel sneller gaat nu. Nou, ze gaat gelijk even lezen. Gaat het nou omhoog als je dit leest? Waarom gaat het nou niet omhoog bij jou? Moet je dan eerst de andere boek nog lezen? Oh, dit is koken trouwens. Tuinieren. Doe even tuinieren lezen. Moet je die eerst lezen dan? Oh ja, kijk. Ze is nu al geconcentreerd. Dus dan gaat het helemaal snel. Dus dat is echt top. Hoe is het met mijn planten trouwens? Ik kan nog niks voor de rest doen. Oké, ik heb niveau 4. Maar ze gaat even slapen. En dan gaan we daarna gelijk weer verder met niveau 5 proberen te halen. Want dan kunnen we stekjes halen. Oké, ze heeft genoeg geslapen. Maar als we nu deel 2 lezen. Oké, deel 2 gaat nu de tuinier. Oké, we zijn nu bij de laatste die we nodig hebben, van tuinieren 5. En wat hadden we nou nog meer nodig? We hadden nog iets nodig. We hadden tevredenheidspunten. Wat zijn dat ook alweer? Het is wel leuk dat je weer dingen erbij gaat pakken die je al heel lang niet meer hebt gebruikt. Tevredenheidspunten. Even kijken waar die ook alweer staan. Zijn dat deze? Oh, wacht, dat zijn deze. Hier, dat zijn. Oh, hè. Oké, die hebben we dus nog meer nodig. Oké, dus wat je dus met die tevredenheidspunten hebt. Maar de tevredenheidspunten van Sarah zit nu op 1350. En door die ballonnetjes hier boven haar hoofd krijg je dus die tevredenheidspunten. En die hebben we dus later nog nodig. Oké, ik ben heel benieuwd. Maar we moeten er even niveau 5 halen. Dus waar heb je het boek gelaten, meid? Oh, hier. Hoe ver ben je namelijk nu met lezen? Oh, je zit volgens mij bijna op niveau 5. Ja, je zit nu op 4. Oh, en het is ook nog oudjaarsdag. Jeetje. Bijna, je bent er bijna. Nee, niet stoppen met lezen. Je was er bijna. Nog heel even, vrouwke. Ja, ik weet het. Ik moet nog heel even lezen. We hebben in ieder geval 5. Oké, dan gaan we even spieken wat we ook. Ik moest nog vissen. Kan ik hier vissen? Ik kan hier vissen. Meid, we moeten nog 3 keer vissen. Je kunt niet vissen als het extreem koud is. Nee, dat meen je niet. Het is weer. Oh, wacht, maar we kunnen wel naar Sulani toe. Daar kunnen we wel vissen. Oké. Ik sta hier lekker in mijn warme outfitje. Wacht, we doen even zang oefenen. Want dat vindt ze leuk. We gaan eventjes iets anders aandoen. Even je zomers outfitje aandoen. Want hier is het altijd goed weer. Maar. We moeten even vissen hier. Ik denk maar dat je hier gewoon kan vissen, toch? Kan je hier niet vissen? Kan je hier alleen maar zwemmen? Meen je niet? Moet hier toch een visplek zijn? Oh, maar wacht. Ik zit ook bij een huis. Misschien is dat helemaal niet handig om bij een huis. Kan ik hier vissen? Nee. Waar kan ik vissen? Oh, hier. Hè, jeetje. Hier ga vissen. Meid, ga vissen. Nee, niet graven. Vissen, zei ik. Ga je nou vissen of niet? Zit ze nou weer te doen dan? Ga vissen. Zagen renter. Oké, ga maar vissen. Hoezo kan je hier niet vissen, vriendin? We gaan weer naar een andere wereld. Misschien bij Tartosa. Heb je hier een parkje of zo? Trouwlocatie. Zou je op een trouwlocatie kunnen vissen? Even kijken. Ja, hier kan ik vissen. Oké, even hierin gaan. Ja, hier kan ik vissen. Top. Oké, dit is goed. Oké, ik moet 3 vissen vangen. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik. Ik wil dit zingen wat ik altijd zing, maar ik zal het niet doen. Dan zijn we snoeken. En nou moet ik alweer douchen en zo, hè. Ik ga blijkbaar een dutje doen. Hoppa, dat is 1. Ik heb 1 vis gevangen. Dat is 2. Oh nee, dat is niveau 2. Meid, vang nou eens een vis, joh. Hier, we vangen wel wat. Kijk ze gezellig staan. De 3 meiden zijn gezellig aan het vissen. Ja, maar mevrouw, u moet niet mijn vis vangen. Ik moet ook vis vangen. Oh, ik heb 2 vissen nu. Oké, nog 1 vis. Nog 1 vis. Ja, ik weet het. Je bent kapot. Maar we hebben nog 1 vis nodig. Kijk, en nummer 3. Je tuin wordt echt mooi en je visvaardigheden zijn ook niet mis. Beloning, evenementen. Blijf je planten en vis verzorgen. Oké, we hebben weer iets kunnen claimen nu. Oh, we zijn er echt bijna weer voor week 2. Oké, we hebben alles geclaimd. We kunnen alleen deze nog doen. Maar we zijn er bijna. Maar ik moet nog. Magere Hein heeft geen assistent nodig. Hij heeft gewoon een vriend nodig. Maar die heb ik toch al? Misschien moet ik nog meer vrienden worden met hem. Misschien moet ik dit nog doen. Vrienden met de dood. Oh ja, dat is die nog. Die vrienden met de dood moet ik nog doen. Oké, we gaan wanneer weer naar huis. Want ze is helemaal ontevreden. Oké, snel naar bed. En daarna lekker douchen. En dan even weer voor jezelf zorgen. En dan gaan we de laatste dingetjes hopelijk doen voor jou. Oké, we zijn inmiddels weer redelijk vrolijk. Ze is nog eventjes daar groente dumplings lekker aan het eten. En dan gaan we beginnen aan het laatste doel. Even kijken hoor. We moeten een doel vervullen. Ja, dat is 10 keer planten wieden. Maar ja, dat kan ik niet. Even kijken. We gaan even alles verkopen. Want hier is van alles klaar. Ik moet water geven. Even kijken. Ik moet hier water geven. Dat is 1, 2, 3. Oh, waar ga je nou naartoe? Oh, je gaat in 1 keer sneeuw scheppen. Oké. Ik moet nog 4 plantjes water geven. Even kijken hoor. We gaan even alles oogsten. En dan bij deze ook. Alles verkopen ook. Hoppa, kijk, daar lekker bezig zijn. Oké, maar we moeten nog steeds een stekje van iets nemen. Oh, hier, een stukje afknippen. Dat kan ik nu inmiddels, dat is fijn. Oké, ja, hebben we ook gedaan. Stekje afknippen. Wat ik daar nou mee moet doen, heb ik geen idee van. Maar het is me wel gelukt om dat nu te doen. We kunnen ook enten.
Oh joh, kijk hier. Oh, een nieuwe plant ontgrendelen voor middel van enten. Dat is nice. Oké, maar ik moet nog steeds 4 keer planten water geven en 4 keer wieden. Dus wat we kunnen doen, is we kunnen hier gewoon extra zaadjes misschien neerplanten. Dan hebben we dat natuurlijk ook. Misschien een slim idee van mezelf. Nou, deze hier in het midden zetten. Zo, dan hoop ik wel dat we er nog doorin kan. Als het goed is, kijk, hebben we hier... Oh, dit is ook een hele nieuwe plant geworden. Wat is het dan? Gestekte plant. Geen idee. Het is trouwens inmiddels lente geworden. En dan even die lelie hier zo. En dan hebben we hier nog de hulst. Ik weet niet wat we met de hulst moeten, maar we zetten het er gewoon in. Die groeit trouwens niet in de herfst en niet in de winter. Dus nou ja, maakt ook niet uit. Even kijken, we gaan dit even allemaal planten. En dan gaan we deze water geven. En dan denk ik dat we het bovenste doel ook weer hebben gehaald. Kijk, want deze kunnen we gelijk water geven namelijk. En dan vervullen we deze. Nee, doe je nou alles in 1 keer? Ja, dat heb ik wel gevraagd, maar je had het allemaal los moeten doen. Opnieuw! We verwijderen deze gewoon. Niks aan de hand. We moeten het haar 1 voor 1 water geven, blijkbaar. Dan werkt die wel. Is weer fijn dat ik dit voor jullie uitzoek, hè, jongens? Hoeven jullie het niet uit te zoeken? Even kijken of dit beter werkt. Dit allemaal weer even planten. Oké, dan... Oh, maar ik kan zeg maar alles moet ik tegelijk water geven. Ik kan er niet maar eentje water geven. Eerst kon dat wel, toch? Dacht ik. Maar dat kan blijkbaar niet meer. Nou, dat is 8. Wow, er staat hier in 1 keer een boom. Wieden. Ik moet alles wieden, maar ik kan niet wieden. Er is een onkruid in mijn struikjes. Nou, dan doen we dit gewoon nog 2 keer. En dan weet ik het ook niet. Doen we het gewoon even makkelijk. Zetten we er gewoon 1 zo'n plant neer. Planten. Even water geven. Ja. Nou, halen we die weer weg. Ja, gooi het maar weg. Doen we er weer een nieuw plantje in. Kind kan er wassen, jongens. Soms moet je gewoon een beetje slim zijn in de Sims. Want het kan blijkbaar allemaal makkelijker dan dat wij denken af en toe, hè? Zo, doen we die ook weer planten. Allemaal weer goed voor de tuiniervaardigheden. Alhoewel, hier gaat ze niet echt maar ver van omhoog, geloof ik. Alles water geven. En dan hebben we deze ook klaar. Hoppa! Oké, maar nu gaat het, vriendin. 5 verschillende planten ontwikkelen. Oké, maar dat kunnen we even met rust laten. Oké, maar hier staat nog steeds de griezelzoeker kavel-uitdaging. Kan je Sim echt helpen om snelle vaardigheden op te doen? Claim de kavel-uitdaging en pas hem toe naar bouwen te gaan en locatiegegevens selecteren. Ja, ik snap hier geen pepernoot van, hè? Ik heb wel die kavel-uitdaging niet. Griezelzoeker kavel-uitdaging. Weet je wat we doen? We gaan het gewoon even allemaal proberen. We hebben hier die kavel-uitdagingen. Ik ga even voor bangmaker en griezelig. Kijken wat hij daar dan mee doet. Oh, dit was het letterlijk? Oké, fijn. Het was makkelijker dan we dachten. Ik dacht echt dat het iets heel anders was. Maar fijn dat er nog een extra uitdaging bij komt in ieder geval. We zijn wel klaar. Dus dat is goed. We zijn weer klaar met week 2. We hebben alles geclaimd. Alle missies zijn voltooid. Dus we moeten nu weer 5 dagen wachten en 19 uur voordat week 3 vrijkomt. En dan hebben we deze items. Ik weet niet tot hoever we dan gaan. Ik vraag me wel of je hier nog steeds mee kan. Oh, het is gewoon een vriezerbunnetje. Wat je hier neer kan zetten, denk ik. Oh, je kan er echt letterlijk niks mee. Wel cute. Kijk hoe cute die. Het heeft zo'n glinsteringetje. Oké, maar dit was het weer voor vandaag. Want we hebben de challenges zijn weer klaar. Ik vind het erg leuk. Ik vind het wel soms een beetje verwarrend met wat je nou precies moet doen. Net zoals nu met die kaveluitdaging. Ik snap er niks van. Maar wat ik wel weer leuk vind aan dit is dat er dus wel... Je moet best wel weer wat gameplay gaan spelen. En je wordt weer wat naar dingen toegetrokken waarvan je eigenlijk dat dan niet meer gebruikt. Bijvoorbeeld met die kaveluitdagingen, die tevredenheidspunten. Daar doe ik zelf in ieder geval vrij weinig mee. Dus voor mij vind ik het wel weer leuk om dit erbij te pakken. Wat vinden jullie ervan, jongens, van deze gameplay? Heb je het zelf al af? Ben je al ver met week 1 of ben je al ver met week 2? Laat het vooral even weten in de reacties. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je op de hoogte kan blijven van natuurlijk deze serie. En ik zou zeggen, graag tot de volgende video. Doei doei!